Mensen, zoals jullie al gezien kunnen hebben, dit jaar had ik het spel en dan heb ik het natuurlijk over FIFA. En dan praat ik dus over kanonnen. Redelijk vroeg. Oneerlijk vroeg eigenlijk, om het zo te zeggen. Voor de mensen die nu naar hun scherm kijken en denken, wow, die gozer heeft al veel coins, al 1,6 miljoen. Ja, want dit was de situatie. Toen ik mijn eerste pack opening deed, was überhaupt de webapp nog niet live. En omdat ik dan een van de weinigen ben die überhaupt packs kan openen en er geld in kan stoppen, bouw ik al een beetje een stack aan coins op door überhaupt spelers te discarden die niks waard zijn. Wanneer de webapp uitkomt, zijn de gasten die gewoon hun gepackte Firmino op de markt pleuren voor een open bid. En die kan ik dan, omdat ik een van de weinigen ben met überhaupt coins, heel goedkoop oppikken. Helaas werd ik hierna gelijk van de service gekickt, want zo heb ik bijvoorbeeld een son gemist voor 52k. Uiteindelijk pak ik zelf wel een son op voor bijvoorbeeld 142k. En toen dacht ik van, ik moet gewoon zoveel mogelijk packs openen nu. Want alle coins die ik nu verzamel, kan ik investeren en verdubbelen, verdrievoudigen in de loop der weken. Dus dat is wat ik ging doen. Naast een shitload aan informs. Hey, ja! Ja, weer een informs! Ja! Ja! Kwamen er ook weer een aantal heerlijke walkoutjes. Oh, walkout. What the fuck, joh. Lekker. En er is een Argentinië. Recht. Nee, tyfus. Een kutprank is ook altijd een kutprank. Gewoon kutprank gewoon. Ja, weer in. Huh? Wat een geluk, jongen. Twee keer in no time. Ah, dit is een, ja, dit is een keeper. Het is wel Oblak. Het is wel Oblak, man. Wat lekker dit, zeg Gera. Ja, walkout. Yes, eindelijk. Kom op. En het is Argentinië. Doe het niet nog een keer. Doe het niet nog een keer. Ah! Panisch rotspel. Yes, walkout. Lekker, eindelijk. Wat? Nog een keer, Mané. Nog een keer, Mané. Lekker, hoor. Wat een geluk, jongen. God, ik heb lekker ineens een walkout, joh. Nee, joh! Nee, joh! Nee, joh! Eerste pack, ik had nog eens die dingen aanstaan. Wat gebeurt hier? Ik word weer zo rijk dit jaar en het is echt zo zwaar onterecht. En van de coins die ik uit al die packs kreeg, kon ik de volgende spelers oppikken. 101k, die is nu 370 waard. Nou, ik weet niet of jullie dit hele lijstje willen zien wat ik allemaal opgepikt heb. 105, deze twee heb ik allebei gepakt natuurlijk. Ramos voor 50, 45, 50, 49, 48. Kanté, 100. Hazard, 47. Son, 140. Varane, 91. Maar de ergste moet nog komen, dat is namelijk deze Varane. Heb ik voor bijna al gepakt voor 50k. Een paar dagen geleden of een week geleden inmiddels al. Maar dit is zo triest. Triest voor degene die hem erop heeft gegooid. Die is namelijk bijna 300 waard nu. Ik wil niet eens weten hoeveel coins ik heb als ik alles verkoop. Hoeveel heb ik die man die ze ingekocht hier? Daar heb ik ook een paar van. 35, die is ook 100 waard. Dit heb ik trouwens gepakt. Voor hoeveel gaat deze gozer nu? Nou, ook lekker. Die heb ik ook goedkoop opgepikt, toch? Voor 40k. Pot Jan Dozy. Mijn punt is, packs openen tot ik... packs openen tot ik 87 ETW... Oh, nee, ja, zo goedkoop is hij niet. Tot ik 87 ETW kan kopen, is enigszins in het water gevallen, aangezien ik mijn coins gewoon wilde gebruiken om te investeren. Want dit was zo'n kans, die kon ik natuurlijk nooit laten liggen. Nou heb ik de coins gewoon, als ik al die onzin ga verkopen. Laat ik dat maar gewoon doen. Ik ga een paar mensen verkopen. Dit is bizarre winst. Die is 4 ton. Die is keer 4 is de prijs. Wat ook leuk is trouwens hier. Ansu Fati, 22k. Die was natuurlijk extinct, aangezien hij alleen maar een inform had gehad. Ik ga ook een van mijn Varanes verkopen. Wel diegene die ik voor 91k heb opgepikt natuurlijk. Die andere die ga ik denk ik bewaren en inlijsten. En dan gaan we kijken waar in het jaar die daadwerkelijk onder de 50k gaat droppen. Ik gok in mei. Nou is het mooie. De reden dat ik dit nu aan het doen ben is omdat er hier over 12 minuten een ETO'tje gaat aflopen die daadwerkelijk nog laag geboden staat. Ik moet wel zeggen, deze brand is vreselijk overprijsd. Het slaat werkelijk waar nergens op. Maar graag ging ik huilen om ETO voor 7 ton. Maar deze vent, 87 reden die gewoon 3 mil waard is. Hij zit voor mij in de top 20 duurste icons. En hij is niet slecht. Hij is vooral gewoon heel populair. Omdat mensen hem leuk vinden. Een legend vinden. Wat hij ook gewoon is. We zouden natuurlijk ook voor deze kunnen gaan. De... Nah. Of de, misschien de... Of hoe je het interpreteert. Iets minder een meme card. Nou ja, ik heb er zojuist 2 memes aan geplakt. Maar hij is wel ook... Deze wet is zo duur. Beseffen wat prijs... 3,5 miljoen heb je ook gewoon mid kruif voor, hè? Moet ik wel de waarheid spreken? Ja, daadwerkelijk, ja. De illusie op een toevallige, echt enorm goede steal die... Die kan ik wel uit mijn kop zetten. Tijdens dat stukje met die telefoon kreeg ik ineens een ingeving. En dat heb ik toen geknipt. Doe ermee wat je zelf wil. Look, Cristiano, behind me. Look, and my love here on the left. Aha, je doet het goed. Ik zie alleen je borsten. Ga eens rechtop zitten, meid. Goed boy. Zie je weer leren, man. Heel goed. En ik heb al 2-3 keer in de week ben ik in
in Bakel geweest. Great country, I love it. Ik heb veel werk in de tuin. In de gardener. Ja. De gardener. Ik ben de zwembad aan het schoonmaken met overdruk. En ik wil zoveel mogelijk buiten alles doen. Look, Cristiano, behind me. En ik ga ook zoveel mogelijk naar de kleine middenstand om daar mijn boodschappen te halen. Na het weekend wordt het slecht weer, dan gaan we binnen wat we willen. Finalisatie. Ciao. Oké, mensen, ik had zo het gevoel dat ik even moest wachten nog één dag op de officiële launch van de game voordat ik echt moest gaan toeslaan met het kopen van de man, de En uiteindelijk denk ik dat ik volgens mij wel een beetje gelijk heb gekregen. Ik vind het nog steeds achterlijk overprijsd dit. Is er nog iets waar ik een dealtje op kan pakken of moet ik hem gewoon bijhouden? 2400 kan pakken. Het is echt maar 30k of 60k winst. Weet je wat, mensen? Heeft hij trouwens al wedstrijden gespeeld? Dit is wel lelijk vol, al deze Eto'o. Maar dat geeft niet. Yes! Dames en heren, we did it! Wat een fantastisch moment! Eerste 2,5 miljoen. Yeah. Dus het is eigenlijk de eerste speler die ik koop om te gebruiken dit jaar. En dat vind ik wel een erg leuk moment. Dit is oprecht de eerste keer dat ik naar zijn kaart kijk en zijn 69 long passing zie. Er zit trouwens iets op mijn camera. Zo. Wat is dat, joh? Mensen, het is eigenlijk best wel triest dat dit mijn team op dit moment al is. Dit is een soort van mijn investment die ik nog in mijn club heb zitten. Rechts zie ik het schermpje van mezelf, die ga ik me even wegklikken. Fuck it, als dit uitvalt en ik zet het niet door. Ik wil hier niet naar kijken. Doe een beetje denken aan dit. Maar toen was het nog een soort van lief en u kent het wel. En een bol cola. Ik speel gewoon 4v2 met Eto'o en Martial die ik een trade-o heb gepakt in de spits. Fuck it, ik ga gewoon Division Rival spelen. Ik moet nog 5 potten doen om mezelf te plaatsen in de divisie. En als je het een beetje goed doet, krijg je ineens boom 100k. Nou, die ga ik voelen. Die ga ik hard nodig hebben. Ik had er helemaal niet op voorbereid dat ik er tegen zes wat pauperteams kom. Ik voel me een beetje schuldig om dan nu te gaan spelen. Aan de andere kant, straks wint hij van mij en dan gaat hij me vies zusje. Wat trouwens uit de game is gehaald, daar kreeg ik wat comments over. Dat vind ik op zich jammer. Volgens mij is Debbe ook uit de game gehaald. Ik vind het eigenlijk helemaal niet jammer, wat zeg ik? Voor mij is dat juist wel gunstig. Ik werd namelijk soort van, ja, per weekend leak altijd wel een paar keer door een kijker gesust en gedabbed. Als hij weer een keertje van mij won. Leuk! Leuke kijkers heb ik. Nou. Dit is heel makkelijk. Waarschijnlijk gaat hij hem buitenspel geven. Hij geeft hem niet buitenspel, want zijn chipjes OP. En de eerste goal van Samu Eto'o is Ik ben echt zo vreselijk ontiegelijk blind. Ik wil niet zeggen dat je dom bent, maar je bent wel te dom om te poepen. And it's lights out and away we go. There's attention. Beel is niet zo heel goed. Ik vind hem een beetje overprijsd voor die 100k van zo'n lage reden spelen. Alhoewel zijn stats natuurlijk wel redelijk zijn. Valverde en dan is het Eto'o en dan is het... Nou, mijn betoog over Beel ga ik ook gewoon niet afmaken. Fuck it ook. Een corner. Varane neemt de corner. Nou, dat kan nooit een goede corner zijn. Alhoewel als Eto'o hem hier krijgt. Nou, dan is het gewoon een perfecte corner geweest. Als hij hem nu in de kruising schiet met zijn weak foot. Waaraan je kunt zien dat Eto'o trouwens overprijsd is. Omdat hij gewoon een beetje hype is. Omdat hij nieuw is. Dus omdat je op FUT bent, zag ik laatst dat de duurste speler met niet 5-star skills of 5-star weak foot is, geloof ik, mid Eto'o. Nou, ik vind dat heel veelzeggend. Dat was het ook wel eigenlijk het punt. Nou, nog iets te zeiken jullie of niet? And he's broken free. Oh, wat een kokkie zeg, jongen. Ik zocht mijn biertje, maar hij is kwijt. Daar gaan we met Bale aan die zijkant. Ze staan echt super goed. Hij verneukt het voetbal. Deze guy is geliefd. Dit was niet een bepaald spannend eerste potje. Ik heb ook alleen maar zitten kloten eigenlijk. We hebben gewonnen. Zo chill. Volgend potje zit te denken, vergeet ik niet iets? Nee, geen fitness meer. Lekker. Twee teams al wat beter. Allemaal Jovic in de spits. Dest bij Barça. Ziet er echt heel raar uit. Zo Amerika, Barça. Echt nog nooit eerder, denk ik, heeft dat bestaan. Is heel interessant. Stanley NL. Onze loodgieter heet Stanley. Shout out. Voor het fixen van onze eigenlijk altijd alles. Wat weer verstopt zit. Omdat Robbie weer aan het kakken is. Godverdomme, 5 wc's in dit huis, man. Zullen we hem gewoon geven op Eto'o? En dan gaat hij rennen. Even stoppen, even tricken en dan opnieuw erlangs. En dan andere kant en dan leggen op. Boom, Martial. Wat een absolute droplul ben jij. Kunnen we Eto'o wegsteken? Nee, kunnen we hem opnieuw op Martial geven? 1-2'tje met Eto'o. Boom, bam, bim, bam, bam, bam. Lekker, jongen, dit goaltje. Dit is als je derby doet, doe je nou dit. Dat is eigenlijk veel soort van mooier. Hij heeft wel een goed smikkel over je, zegt die Eto'o. Dit gaat wel heel simpel, moet ik heel eerlijk zijn. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Stanley, jongen, als je binnenkort bij ons bent, omdat de play weer verstopt zit, loop gewoon binnen. Ik geef je wel wat tips hoe je moet verdedigen, want het ziet er niet uit. Luka Jovic scoort weer tegen mij. Dit is niet OP, hè, die balletjes door. Tegen mensen die nog wat minder zo goed zijn en verdedigen, slaat dat helemaal nergens op. En de derde ligt erin van Eto'o. Nou, dan gaat Eto'o. Kan die hier langs rennen? Zou die langs Jiménez kunnen rennen? Dat is de vraag. Zou die om de keeper... Oeh, dat is niet heel goed.
Dit is helemaal niet goed. Zo, boom, en nu afmaken. Dit is lekker. Zo creëer je kansen en zo maak je goaltjes. Samu Samu, 4 goals. En hij is ook weg. Gaat goed, man. Dit gaat goed. Deze gozer heeft nog weer een beter team. Je ziet het aardig langzaam aan oplopen. Aan de vertraging te zien van 7 milliseconden zou het goed een Nederlander kunnen zijn. Maar daar gaan we zo meteen achter komen. Of die gaat sussen of niet. Nou, dat kan hij sowieso niet meer. En dan is Eto'o. Dit is helemaal geen goede. Dit is helemaal geen goede aanval. Dit loopt van geen meter. Dit loopt nou echt weer helemaal van geen meter. Maar als hij er hier doorheen komt en hem dan afmaakt. Kruislinks had erin gemoeten, maar de rebound is lucky. 1-0. Martial scoort. Nou ja, niet meer dan Eto'o. Maar ook niet echt veel minder tot nu toe. Dit had natuurlijk een goal voor Eto'o moeten zijn, als we even eerlijk zijn. Goed. Rustig. Naar binnen. Eto'o. Oh, ik had niet verwacht dat hij zo ziek zou happen. En dat die keeper hem ook nog zou pakken. Maar we versieren blijkbaar een penalty. Wat gaan we doen? Ik vind het gewoon leuk. Het is eigenlijk niet de beste manier om. Oh, fuck. Oh, ik wilde hem in de kruis inschieten. Dat leek me leuk. Nou zat hij toch in de goede hoek. Gaat hij weer versnellen. Binnenkantje in de korte hoek schijnt zo goed te zijn. Zelfs met links. Weakfoot, maakt niet uit. Je moet wel een soort van op een bepaalde manier uitkomen. En die moet je soort van herkennen dat dat de goede manier is om dan binnenkantje in de korte hoek te doen. Dit was er gewoon zo'n eentje. Eto'o, kunnen we weer wegsteken. Kunnen we wegsteken. En dan kunnen we hem breed leggen. En dan stikt Martial de derde binnen. Staat er 3-0 bij rust. Dit is wel echt te simpel. Het spijt me, mensen. Misschien hebben jullie het meegemaakt dat je net begint met je teampje. En dan kom je tegen zo'n ongelofelijke kneus met veel te veel coins. Nou, je mag op zich wel verdedigen. Gaan we chippen terwijl het niet kan? Dat is ook lekker. Dat is ook lekker om te doen, zeg. Chippen is echt het allermeeste OP shot wat er is. Gewoon OP als in verhouding van hoe goed het is in het echt. En hoe makkelijk dat te doen is. Ten opzichte van hoe makkelijk het in het game. Ja, je snapt het wel. Steken we Eto'o er nog één keer doorheen. Kijk, dit is volgens mij ook heel goed om gewoon zo af te maken. Gewoon rammen, kruislinks, boom, 5-0. My goodness, it's so one-sided. Holy shit, 5-0 in this match. Oh, ik heb die keiharde dubstep als goaltune aangezet. Dat hoor je de hele tijd. Keihard, jongen. Echt heel hard. Oké, er zijn weer 3 goaltjes erbij voor Eto'o. 2 voor Martial, 5-1. 3-0 gaan we nu in die 5 plaatsen 6 strijden. Ik hoop dat we ze even alle 5 kunnen winnen. Zit ik veel te hoog ingedeeld. Ga ik alleen maar verliezen in divisie 2 of zo, kom je dan. Maar dan heb ik in ieder geval gedaan wat ik moest doen nu. Als de tegenstanders zo blijven als ze nu zijn, dan wordt het wel echt lastig om te verliezen. Dit is wel echt heel slecht. Ik weet niet wat hij nog gaat doen. Of hij gelijk gaat leven. Waarom staat Gaia links buiten? Als hij serieus is, dan slaat het werkelijk maar nergens op. Ik snap dat je snel die plaatingswedstrijden wil doen, maar je wilt toch ook wel een beetje een normale start hebben? Of zie ik dat nou helemaal verkeerd? Nou, in ieder geval kan hij niet zomaar langs rennen. Hij kan wel een beetje verdedigen. Daar gaat Bill. Geef een goede voorzet. Ja, dat met rechts kan hij dat ook. Dat kan hij met rechts ook. Enigszins. Hij was niet super strak. Ja, ik ga niet eens juichen tegen deze gast. Dit is gewoon zielig. Nou, Eto'o. Dit komt niet goed uit voor de korte hoek. Alhoewel, het komt wel goed uit voor de korte hoek. Alles kwam hier goed uit, aangezien het een bronzen keeper is van 61 reden. Boom. Buitenkantje schoen. Lekker. Deze guy gaat een doelpunt maken. Gaat deze guy een doelpunt... Hij gaat gewoon een doelpunt maken, deze vent. Zo, dat is goed tegen je eigen kop aan, jongen. Echt heerlijk gedaan. Heerlijk gedaan, jongen. Met die eigen kop nog een keer meegenomen. Gaat hij nog een keer scoren. Schiet wel elke kans erin. Dan moet ik hem wel nageven. Ook met echte stront spelen. Echte stront. Laten we dan nog maar 1 goaltje maken. Voor de eer. Eto'o legt hem weer lekker in. Dit was eigenlijk gewoon saai hoe slecht hij was. Ja, en toen kon ik in 20 minuten dat laatste potje niet vinden. En toen was ik er klaar mee. Godverdamme. Ik heb een... zieke spits gekocht. 2,456645 miljoen. Dit gaat de komende maanden 100% mijn spits worden. Ga ik upgraden naar een koppie? Misschien ga ik dat nog een keer doen. Maar voorlopig, elke video waar een Eto'o te zien is. Oh ja, dat laatste potje heb ik natuurlijk nog gespeeld. En eenvoudig gewonnen. En dus kreeg ik zomaar ineens 120k. Zo werken die divisies blijkbaar dit jaar. I love to pump in my girlfriend a lot. Ja, natuurlijk.